Hey iedereen, ik ga vandaag met jullie dit palet, dit product eens proberen. Dit is How to Look the Best at Everything Light, de Flawless Complexion Makeup Kit van Benefit. Dit heb ik laten zien in mijn shoppen. En dit bevat een mini Pore Professional, een mini van hun Hello Flawless Oxygen Wow Foundation. De twee lichtste Boeing concealers. En een poeder. Dus dit is een foundation poeder. En dit is Love Me, I Love Me, I Love Ivory. En hier zit ook nog een kwastje bij om die poeder aan te brengen. Dus ik ga deze vandaag samen met jullie proberen. En ja, laten we beginnen. Dus we gaan beginnen met de Professional. Dit is een product dat de zichtbaarheid van je poriën moet verminderen. Ik vind niet echt dat ik heel zichtbare poriën heb. Kan zijn dat als iemand anders naar mij kijkt, ik denk, jij hebt echt zichtbare poriën. Sorry dan. Dan heb ik blijkbaar wel zichtbare poriën, maar ik heb niet het gevoel dat ik echt zichtbare poriën heb. Dus, maar ik ga het ook proberen. Misschien dat wel een heel groot verschil geeft of zo. Dus ja, we beginnen hiermee. En ik ga deze gewoon met mijn vingers aanbrengen, omdat ik denk dat dat de gemakkelijkste manier is om dit product aan te brengen. Er zit ook een leuk kapje over, zodat het product niet gebruikt kan zijn voordat jij het hebt overgedaan. Het hebt open gedaan. Dus dit is het product, ik ga ermee beginnen. Ik ga het meteen op mijn vingers aanbrengen, zodat ik zeker niet verpest, zeg maar, niet verkwist. Dat ik het gewoon kan aanbrengen en met mijn vingers ook kan uitsmeren. Kijk, dit is iets dat ik niet verwacht had. Het heeft zeg maar kleur. Ik dacht dat het zeg maar een doorzichtige ding zou zijn. Of zo licht als de verpakking, zeg maar. Dat licht gele. Ik had niet verwacht dat het echt zeg maar huidskleurig ging zijn. Pas op. Nice development. Ik vind dat het zeg maar de textuur heeft van de vulling van zeg maar balline of zo. Maybe that's just me. Oké, ik vind echt dat het ruikt heel lekker en als je het zeg maar uitsmeert, heb je bijna het gevoel alsof je gewoon poeder uitsmeert. Het ruikt heel fris en ja, ik weet niet waar het ruikt. Ik denk zo'n soort van ja, hoe je dagcreme of zo zou ruiken, dat het zoiets is. Maar ik vind echt, ik vind de textuur ook wel fijn. Het is echt, ja, je begint met een soort van crème, maar een heel dikke crème. En je hebt echt maar een klein beetje nodig. Ik heb ook echt maar een klein stipje voor bijvoorbeeld een hele wang. En dat smeer je dan uit en dan lijkt het echt alsof je poeder hebt. En het is echt wel super zacht en zo. Dus ja, vind ik wel fijn. Nu ga ik dan de Hello Flawless Oxygen Wow Foundation gebruiken. Ik ben heel erg benieuwd naar deze foundation. Ik ben altijd wel op zoek naar een foundation die bij mijn kleur past. Bij mijn huidskleur past. En die niet te licht is. En die goede dekking heeft en zo. In de vorige gebruikte ik altijd de Catrice. En ja, qua kleur komen deze wel overeen. Deze is net iets donkerder, maar ik denk dat dat ook wel mag. Ik weet niet. Ik ga het allemaal nog wel zien. Deze ga ik aanbrengen met mijn Real Techniques stippling brush. Waar ik ook al een review van online heb. Dus als je die wilt zien, kijk die dan zeker. Oké, het is wel een heel vloeibare foundation. Ik heb nu één pompje, zeg maar. Dus ik weet niet of dit genoeg gaat zijn. Maar ja, dat ga ik zo meteen wel zien. Ik ga het wel eerst met mijn vingers verdelen op mijn gezicht.
En dan blend ik het ijs met mijn kwast. En nu ga ik nog een beetje dat op mijn hand zit, ga ik ook nog extra aanbrengen op een paar plaatjes. Dus nu zit de foundation erop. Ik vind echt dat het een hele mooie kleur is. Ik vind dat het echt goed bij mijn gezicht past. Ik vind ook dat het een geweldige dekking geeft, denk ik. Ik vind het wel, denk ik, beter qua kleur dan mijn Catrice foundation bijvoorbeeld. Zeker nu ik iets bruiner ben, is mijn Catrice foundation echt te licht. En deze, denk ik, komt echt mooi overeen met mijn huidskleur normaal. En ook nu dat ik net wat bruiner ben. Maar of het echt altijd heel mooi bij me staat, dat weet ik nu natuurlijk nog niet, omdat ik nu net wat bruiner ben. Maar ook op mijn wat lichtere punten, zoals ik maar nog mijn kaken bijvoorbeeld, zijn niet zo. Zijn niet echt bruin. Dat is vooral mijn voorhoofd en mijn neus die bruin zijn. En ik zie toch dat op beide plaatsen het mooi blendt. Dus ja, en dat het mooi, de kleur mooi overeenkomt. Dus ik vind het in ieder geval al een heel goed teken. En nu ga ik dan de concealer doen. Ik werk normaal gezien nooit met zeg maar zo'n vaste concealer. Ik heb er wel één, maar die gebruik ik dan eerder op puistjes of zo, als het echt heel erg nodig is, omdat het heel, heel, heel erg gepigmenteerd is. En meestal staat het wel niet mooi onder je ogen, maar laten we het proberen. Ik ga nu hiervoor deze kwast gebruiken. Ik denk dat het de beste soort kwast is voor een concealer. Maar ik gebruik ook geen kwast echt om mijn concealer aan te brengen. Meestal heb ik dat daar ook niet voor nodig. Als je mijn vorige video's met mijn vorige concealer al hebt gezien. We zullen zeggen ook bijvoorbeeld dat je voor de beste kleurmatch je de twee best kan mixen. Al denk ik dat de bovenste eigenlijk voor mij goed zou zijn. Zeker voor mijn wallen bijvoorbeeld. Wat bij mij toch het grootste probleempunt is. En ik denk misschien voor puistjes dan de donkere. Omdat die plekken juist al vooruit steken. Je wilt niet dat je ze nog meer gaat accentueren. Dus je wilt dat ze wegvallen. Dus ik ga nu proberen om met die lichte concealer onder mijn ogen aan te brengen. En ja, we zullen wel zien hoe dat precies gaat. Oké, dus ik heb nu wat aangebracht. Ik was geschoten, dat was mijn idee, zeg maar. Ik ga nu ook proberen om dit een beetje uit te blenden met mijn stippelingkwast. Zo, die zitten er nu op. Ik vind wel dat het heel mooi concealed. Ja, het werkt echt je wallen wel mooi weg. Eén ding dat ik wel zou doen is waarschijnlijk nog misschien nog een beetje van mijn gewone. Oké, ik ben weer heel erg wit door de camera op een of andere manier. Ik zou waarschijnlijk mijn Maybelline concealer hier wel nog een beetje over doen. Gewoon omdat het natuurlijk een heel erg vaste concealer is en daarom vrij vettig is. Maar misschien dat dat ook gewoon met de poeder helemaal goed komt. Want je ziet misschien nu wel dat onder mijn ogen het net wat meer glimt. Omdat juist dit echt wel een vaste concealer is en niet echt
een vloeibare concealer die zeg maar mat opdroogt of zo. Wat bijvoorbeeld de foundation wel natuurlijk is. Dus ja, ik ga nog een beetje kijken hoeveel ik deze ga gebruiken. Maar ik vind het wel echt een geweldig product. En ja, het concealt echt wel mooi. Dus het doet zijn job wel goed. En waarschijnlijk ga ik deze ook wel, zeker de donkere kleur, ook gebruiken voor als ik dan wat last heb, zou hebben van puistjes. Ik heb geen puistjes. Ja, om die donkere kleur daarvoor te gebruiken. En nu ga ik de poeder aanbrengen. Ik ga deze dit keer aanbrengen met deze crust, omdat deze bijgevoegd is. En ik ga eens zien hoe dit werkt. Ik vind het wel een beetje raar, omdat ik het zeg maar moet aanbrengen met zo'n klein kastje. Maar ze zeggen, want dus we hebben allemaal tips en tricks in een boek, een doos staan, zeg maar. En daarop staat dat je dus ofwel het gewoon kan aanbrengen voor een hele lichte look of gewoon wat te matteren. Ofwel kan je het echt aandippen om het echt nog veel dekkender te maken. Dus je kan zo'n beetje kiezen. Ik ga nu beginnen met gewoon het een beetje uit te wegen en vooral onder mijn ogen misschien een beetje te dippen, omdat het daar het meest glimt. Terwijl ik vind dat de foundation zelf is eigenlijk vrij mat al, dus heel veel afpoederen heeft hij niet nodig, enkel gewoon om een beetje beter te laten blijven zitten. Dus je hebt eigenlijk echt poeder nodig onder de ogen, vind ik zelf. Dus let's try that. Dus nu heb ik ook poeder aangebracht. Ik vind het al een heel mooi effect geven. Dus ja, het enige. Ik vind het echt een hele leuke doos. En ik ga alle producten sowieso echt meer gebruiken. Al dan niet dagelijks gebruiken. Het enige dat ik niet dagelijks. Voor dagelijks als ik make-up zou gebruiken, is misschien de Professional. Omdat ik niet echt weet of dat mijn poriën echt zoveel beter zichtbaar zijn zonder het product. Maar ik vind het sowieso fijn om aan te brengen. Dus waarschijnlijk ga ik dit ook nog wel vaker gebruiken. Maar niet als ik zeg maar weinig tijd heb. En alleen de concealer ben ik nog een beetje over aan het nadenken. Aangezien deze wel moeilijker aanbrengt dan bijvoorbeeld mijn Maybelline concealer. Al is die misschien af en toe net wat te donker voor mij. Dus ik ben nog een beetje aan het denken, misschien dat ik deze wel gebruik samen met mijn Maybelline foundation concealer. Of dat ik toch van het product begin te houden. Ik weet het nog niet. Ik heb het gevoel dat het nog heel erg glimt en dat het niet echt bedoeld is ook niet voor onder je ogen, ook al laten ze dat hier wel zien. Ik weet dat normaal gezien cream, dus zo'n crème foundation zeg maar, meestal niet onder je ogen worden gebruikt, omdat ze dan ook heel snel in lijntjes gaan trekken en zo. Niet echt dat ik zoveel lijntjes heb onder mijn ogen, maar ja, je weet toch nooit. En
het glimt heel erg, zeker in het begin. Dus dat weet ik nog niet zo goed. Maar de foundation en poeder ga ik zeker nog wel gebruiken. Wie weet dat ik zelfs nadat deze sample op is, misschien koop ik dan zelfs de full size versie. Dus de grotere versie. Omdat het ook echt al een goede foundation is. Ik was een beetje bang omdat hij heel vloeibaar is. Maar hij droogt echt wel mooi nat op. En juist denk ik omdat hij zo vloeibaar is, blendt hij ook heel mooi. Dus ja, vind ik wel heel fijn. En ik denk dat ik al deze producten echt nog wel vaker ga gebruiken. Je kan zeg maar heel dit ding eruit halen en er gewoon insteken wat je zou willen. Ik ga dit denk ik wel in die doos laten met de producten hierin. Ik ga het wel zo laten, dus ik ga nu het karton er nog niet uithalen. Omdat ik voor de poeder niet echt iets heb om het in te steken, zodat het niet zou breken ofzo. Maar ik vind het ook gewoon een hele leuke verpakking. En het staat ook heel mooi op mijn make-up tafel. Dus ja, ik ga dit zo nog wel laten. Ik ga deze product nog echt heel vaak gebruiken. En ja, ik hoop dat jullie deze review leuk vonden en deze eerste indruk van de producten. Ja, ik vind het toch een hele leuke box, omdat je toch de producten van Benefit beter kan leren kennen. Ik had hiervoor nog geen van de gelaatsproducten van Benefit. Ja, ik ben wel blij dat ik deze box gekocht heb en dat ik deze producten nu heb kunnen testen en dat ik nu weet of ze me bevallen of niet. Dus ja, deze box. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. De review, de eerste indruk, maar ook gewoon de hele video. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!